Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we weinig wolken boven ons land en het weer wordt dan ook bepaald door een hoge drukgebied. Het lag vandaag boven Polen en het blijft daar ook nog een aantal dagen liggen. Maar van het westen uit komen storingen onze kant op. Vandaag hadden we een maximumtemperatuur van 20 tot 22 graden en daarmee was het minder warm dan gisteren. En vanavond ligt de temperatuur tussen de 17 en de 19 graden en zwakt de wind geleidelijk aan af. Het is vannacht helder, alleen langs kust zijn er een paar wolken en landinwaarts kan een enkele mistbank gaan ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen de 11 en de 15 graden. En morgen zien we eerst de zon geregeld en blijft het ook droog, maar van het westen uit neemt de bewolking toe. Het wordt wel iets warmer dan vandaag. Het wordt 23 graden in het noordwesten van het land tot plaatselijk 26 in het oosten en zuidoosten. De wind neemt toe vanuit het zuidwesten tot een matige wind, windkracht 3 tot 4. En in de avonduren zou er misschien in het westen een enkele bui kunnen gaan vallen. Op zondag zien we meer wolkenvelden en vooral in het oosten en zuidoosten is een enkele bui mogelijk. En met 22 tot 25 graden in de middag is het minder warm. Maar maandag en dinsdag dan warmt het aardig op. Het kan zomers tot tropisch warm worden in het binnenland. Er is weinig wind en de zon schijnt volop. En als we dan kijken naar de temperatuurverdeling voor de komende 15 dagen, dan zien we dat we maandag, dinsdag en woensdag te maken hebben met zeer warme lucht. Tropisch kan het gaan worden, maar vanaf donderdag gaat de temperatuur weer naar beneden. Ik ben Diana Boei van Weerplaza.nl.